Madrid, december 2019. Kendra, luister. We zijn nu weer in Hilversum. En Kendra krijgt gratis ijsje. We hebben zo'n Sinterklaas inkopen gedaan. En wat dingen voor Disney. Want over 2 weken gaan we naar Disney. Dus, en ze hebben heel veel Disney bij het Primark. Dus dat is heel leuk. Ja, we zijn er klaar voor. Nou, snel gratis ijsje. 5 december. En we zijn op het Droompark De Zanding. In Otterlo. En dan gaan we lekker gezellig een paar nachtjes vertoeven en Sinterklaas vieren. Het is echt Sinterklaas weer. Een beetje guur, mistig. Maar heel erg lekker. Koud. Kom verder in ons tuinhuis nummer 3. Kijk, hoe gezellig. Gaan we mooi aankleden en komen de mensen zo en gaan we gezellig Sinterklaas vieren. Wauw. Oh, oh, ben ik er niet. Sinterklaas. Wat de Piet. En het wordt donker en het wordt eng. Oh, wat doet het? Het wordt een half bij huur toe. Donker vindt ze eng. Dit is eng. Er is in een jaar tijd weer veel gebeurd in Den Kark en dat was ook wel veel werk. Laten we beginnen met de kleine prinses. Die vindt school één groot succes. Straks gaat zij naar een andere klas, dan moet ze misschien ook wel een nieuwe schooltas. Kleine meisjes worden groot en soms wat boos, maar dan is ze vaak ook wel wat loos. Dansen, kleuren en zingen. Kenny houdt ontzettend veel van deze dingen. Ook voor jou hebben we genoeg cadeaus. Dus pak hem er alvast een ander, stuurt het zo boos. Wil je een cadeautje pakken? Mag ook. Ja. Wil je eentje pakken? In die vrijdagmiddag en de afwas moet ook gebeuren. Beetje jammer dat er geen afwasborstel en afwasmiddel is. Dat was wel aangegeven. Maar goed, worden we ook weer creatief van. En Kendra ligt op bed. Ze ligt nu te zien. Lang zal ze leven. Maar die was wel heel moe na het zwemmen, dus die valt zo wel in slaap. Een kacheltje aan. En hier een beetje een bende, maar lekker bankie. Keukentje. En hierachter, loop ik even heen, is de toilet en douche. Ik stap er zo in. Nou, aardig ruim hoor. Aardig gedaan. We mogen niet klagen. En koelkast, nou, voor de rest is er wel alles. En het bed is dan boven. Dus ik hier sta. Dit stukje, slaapgedeelte. Ah, het is wel echt super leuk. En Jax is buiten, daar loop ik nu even heen.
mijn schoenen in een beetje vies. Die zetten we hier neer. Want dit is de hot tub aan het aansteken. Even kijken. Oeh, het is het regent. Ja, met regen in de hot tub. Gewoon dat kan. Maar het is vooral ook omdat hij het ook wel leuk vindt om aan te steken. Want hij mag vuurtje steken. Dus ik denk dat daar ook wel heel veel plezier aan beleeft. Nou, kijk, daar staat hij dan. Onze hot tub man. Kijk eens. Vuurtje. Ik zit wel aardig in hoor. Zaterdag en wij gaan vanmiddag weer daar weg. Ik loop nu nog even een stukje door de Tiny House Park. Het is gedeeld met alleen mijn tiny houses, maar ook van voor. En dat is bijvoorbeeld deze. Die is wat groter. Maar het ziet ook echt super gezellig uit. Echt ook weer zo'n rondje met allemaal tiny houses eromheen. Echt heel gezellig. En dan branden de lampjes nog ineens. Het is wel echt een mooi park. Kijk, ik loop nu ook even naar een ander stukje. Dat zijn geen tiny houses, maar dat zijn van die kubussen. En nu staan lampen niet aan. Normaal hebben we van die neonverlichting. Maar wel echt niet zo overdreven, maar gewoon wel ook wel gezellig. Dus ze hebben het echt super mooi aangelegd allemaal. Nou, dus dat. Amsterdamse brandweer. En ik kende het, want ik dacht van, hey, het komt niet helemaal plaatsen. Maar toen zei deze meneer, een hele aardige held, die zei van, dat is omdat Chantal Jansen hier is. Ik dacht, oh ja, die aflevering heb ik toevallig gezien. En het is echt, ik vind het zo bijzonder, het werk wat ze doen en de verhalen. En nou, ik ga even meeluisteren, hij heeft nu een rondleiding. Nee, ja, zelf al, ja. Ja. Jee, echt een routinier. Echt een oude rot in het vak. Ja, ja bellen me, hè. Zo, nou, ik was echt, echt superleuk. Echt, zo'n open man ook, en die ons alles uitlegde en vertelde. We konden van alles vragen.
niet alles filmen natuurlijk, maar echt bijzonder ook naar Canberra toe. En, ja, dit is wel heel, heel bijzonder vind ik. Oh, ik moet doorlopen. We zijn bij Moak, Pannenkoek in De Pijp, Ferdinand Polstraat. En we waren een beetje laat, maar we waren even goed welkom, dus het was heel aardig. En we zijn nu ook wel daardoor heel rustig, maar ook lekkere ruimte en rust. En Kendra heeft de pannenkoek al. Die had ook wel een beetje trek, dus dat komt helemaal mooi uit. Die heeft een lekkere naturel pannenkoek. Dat vond ik ook wel goed, staat niet op menu, maar die kunnen ze gewoon even maken voor de kinderen, dus dat is heel fijn. En voor ons komt hij er nu aan trouwens, ziet er echt heel erg lekker uit. Oh, die zijn ook heel erg groot. Ja, dus wij gaan even smullen en dan. Thanks. Lekker! Dankjewel. Dus nou, Moak. Moak. Nou, en dit is het geworden. De schilderijtjes, er komt nog wat in, het is nog een beetje kaal. Maar daar komen nog patroontjes in. En een mooie roodhandstoel. En daar is die, de blikvanger. De Comfort Baby 7-in-1. 7-in-1, moet ik zeggen. En die werkt eigenlijk net zoals de stokken die we al hadden. Oftewel, dit is de wieg. En uiteindelijk kan het naar een junior bed, ladykantje, gemaakt worden. Een uitbreidingsset. Nou, helemaal compleet. Echt super leuk met die piekstok. En ja, ik heb er al een mooi boxpakje in liggen. Official on the Moon. En, plus one in the family. Hoe toepasselijk, hè? En ik heb gekozen voor beige. Hij is ook echt in heel veel andere kleuren. alleen bij ja, dit thema, deze kamer, vond ik beige heel erg mooi. Ik had eigenlijk heel veel roze. Nou, dat kleedje ook. Die is van Bonprix. En die eronder ligt, die is van Leenbakker. Nou, en de kast. De IKEA, schone billykast. En de hek van mijn schoonzus, die had het gedaan. Want als je de moorlieden deuren doet, kun je daar dus wat achter doen. In dit geval behang, zaadbehang. Dat vond ik eigenlijk een heel goed plan. Ik heb gekozen voor een mooi nel vierkampje. Ja. Nou. Mooi. Patjas. Burberry. En het is nog een beetje kaal. Maar ik heb even alvast wat dingen natuurlijk opgeruimd en ingezet. En nou, ik wil hier nog eigenlijk nog. Dit zijn twee mandjes, maar ik wil hier nog twee mandjes bij eigenlijk. En de rompetjes allemaal maat 50. Dat had ik vorige keer eigenlijk niet zo heel veel. Ik had eerder 56. En mocht het toch weer een kleine baby zijn, dan is 50 wel heel handig. En nou ja, leggingjes, broekjes, jasje. De boxpakjes, ook niet al heel onbelangrijk. En hoe schattig zijn deze? Little Marc Jacobs. En Uggies. Dus nou, eigenlijk al helemaal naar mijn wens. Zo. Nou, voor de rest, oh ja. Zo, die kan je
Deze hoort ook bij de Comfort Baby. Want dit is eigenlijk de uitbreidingsset. Daar maak je een grote bed van. Dus, oh, lamp. Oh, van die IKEA. Het is een beetje bamboe. Team. Maar lekker girl. Oh, nou, dus dat. Het moet hier en daar nog wat aangekleed worden. Maar dit is toch wel echt wel de blikvanger, denk ik. Ik ben er heel blij mee. De Comfort Baby 7 in 1 bed. En ja, wie is gesponsord? Niet vergeten bij iets te zeggen natuurlijk. Deze. Ja, ik ben bekend daar. Van de kerstman. Openmaken. Nou, maak maar open. Geen tiptemuis. Oh, sorry. Dat tiptemuis. Moet de kerstman misschien een beetje verkeerd begrepen. Kerstman moet wel een beetje goed opletten. Ja, kerstman dacht dus... Peppa! Oh, Peppa! Oh, ook leuk. Sikkies. Leuk, mooi hoor. Ato. Openmaken. Ja, je hebt nog meer cadeautjes. Zie je aan papa. Openmaken. Ga je de pizza plakken? Ja. Er allemaal ideeën bij. Lekker. Gaat ze die op de pizza plakken? Oké, nou dan zijn we even zoet. Mooi groot pakketje. Misschien dat je moet vragen. Een cadeautje. Ja. Oh, wauw. Jee. Kom maar naar opa. Opa ook cadeautje. En een sok. Opa heeft cadeautje voor kinderen. Een mooie auto. Ja. Kinderen ook cadeautje van opa. Hey. Wow. Kinderen, hier. Lekker! Nou, maar weet je zeker dat het mag? Ja, het mag. Zelf? Ja? Dan moet ik buiten doen. Ja. Hier, zijn we met hier doen? Aan deze kant. Daar maar uit, daar is. Oh. 31 december, dus de laatste dag van 2019. En dat betekent kabiet in het veen. Wat het geluk dat mijn ouders konden oppassen voor Kendra's. Dus die ligt lekker te tukken. En dan gaan papa en mama lekker kabiet kijken. Veel super. Nee hoor, nee, kijk. Nee. Mooi Bob erbij. Ja, dus Jacco heeft weer geluk. Man. Ik denk dat de baby zich nog 10 keer omdraait. Oh ja. Kleine geitje hou je. Nou, het is prachtig weer. Het is niet koud. Ik denk dat, dit een van de beste dagen is van kabiet. Qua weer. Nice. Yay!